baby van de Harry Potter Generations met Rusty Rondjay. Ja, we zijn weer terug. We zijn zeker weer terug. Jij bent bij de joke shop. Ja, ik ga eventjes nieuwe jokes halen. We love the cutscenes. Zeker. Wat een beetje jammer is, is dat ik van deze game echt gewoon heel veel niet meer weet. Oh nee, hetzelfde hier hoor. Wat moet ik doen van... I would like to buy that, please. Thank you. Jethee. You'll be able to cast more powerful spells. En we hebben gevonden, wat is dit? Oh, heel veel sikkels. Je kan gewoon sikkels vinden? Heel veel sikkels. Zitten er geen smackies in deze game? Wel? Je hebt en smackies en sikkels. Ja, alleen sikkels heb je alleen hier. Ah, oké. Okay. Zo, op de chocolate frog. Zo, ik heb al één van de items van Ginny. Nu hoop ik dat ik erachter kan komen waar ik naartoe moet. Oh, waarschijnlijk naar Ginny. Ja, Ginny vertelt jezelf waar ze zijn. Oh, maat, die laadschermen duren fucking lang. Ja, niet normaal, joh. Ik wil zeggen, ik heb er nu ook weer eentje, want ik loop nu naar buiten. Tjo, joh, wat dat duurt. Milan, ga jij trouwens ook op vakantie volgende week? Nee, of dat gewoon niet. Even een weekje thuis? Gewoon lekker weekje thuis. Ah, lekker, man. Zeker, man. Magical Menagerie, Gamble and Japes and the Leaky Cauldron, got it. Even kijken, ik moet... Leave me landing alone. Leave me alone. Oh, we hebben weer een laatste scherm, hoor. God, zo wat het duurt. Wat duurt er allemaal tyfus lang in? Ja. Even kijken of ik goed zit. Ja, ik zit goed. Oh. Okay, hey, weer een sikkel. Hoe moet ik nou weten waar ik naartoe moet? Als je vlak bij de deur van waar je naar binnen kan, dan krijg je zien waar het is. Oh, dit is een lekker ketel, daar moest ik naartoe. Oh, die is eng. Oké, sorry hoor, ik wist niet dat je dicht was. Fadagadabra! Ja, maar het ergste is, hij is nu zo'n prefect waar je doorheen moet nu. Oh. Ze houden wel van sneak missions, hè? Niet normaal, joh. Deze is erger als 1. Ja, is deze nog erger dan 1? Ik weet namelijk dat in 3 allemaal van die skeletten zitten. Niet skeletten, hoe noem je dat? Van die harnassen. Oh. Wat? Een trapdoor? Hoezo ben ik nou weer een monster? Nou, jij bent al een monster, ja. Hij noemt mij gewoon een monster. Ik voel me gewoon zwaar beledigd. Ik vind hem eigenlijk wel dat hij gelijk heeft. Oh. Dit is gewoon een belediging, dit. Dit kan niet. Dat klopt. En belediging is een Engels leenwoord. Ja, zekering. Zekering. Nou, we zijn nu ja, Harry, het geluid van een spreuk zal hem vast afleiden. Ik heb ondertussen de hele toko afgebrand. Zo. Oh, en we hebben een kistje. Met een tovenaarskaart. Waar kruip jij naar binnen? Hey Harry, wil jij ruilen? Ja, een geheime tunnel met een geheime kistje. Ja. Met een tovenaarskaart. Zo. En nu moet ik terug naar de hoofdingang. Mirabella Plunkett. Wat? Ja, je bent gepakt. Oh. Door de vuile bitta. Is gewoon op een... Zeg, net noemt hij mij een monster en nu bedreigt hij mij als voer te gebruiken voor de flubberworms. Wordt bedreigd. Je wordt zeker bedreigd. Maar door jouw reactie op een van onze video's, kwam ik erachter dat jij de boeken niet hebt gelezen. Nee, klopt. Mag ik even heel... Oh, oeps. Heel wacht even. Oh, ja.
Mag ik even heel teleurgesteld zijn? Ja hoor, dat mag hoor. Oké, thanks. Zeg, nee, maar, ik zat midden in het ontsnapstukje dus. Ben jij iemand die veel leest of dat niet? Nee, totaal niet. Oké, en luisterboeken, vind je dat wat? Op zich ben ik daar wel geïnteresseerd in. Oké, want ik heb namelijk alle luisterboeken op mijn pc staan, dus die zou ik gewoon naar je toe kunnen sturen. En dan zou je ze allemaal kunnen luisteren. Ik weet niet, want wat deed je ook weer voor werk? Ik werk in het magazijn. En werk je dan een beetje op jezelf of dat niet? Ja. Met oortjes in? Nee, met een speakertje. Oh, met een speakertje. Dus je kan niet echt muziek luisteren, zeg maar. Oh, ja, dat wel hoor. Want ik, meestal als ik in de auto zit, luister ik dan luisterboeken, zeg maar. Oh ja, dat lukt mij ook al, want ik heb een autorit van 20 minuten na het werk, dus... Hey, what the fuck? Milan, je hebt een spreuk met licht. Oh ja. Dat allemaal voor die kut Ginny. Die de geheime kamer gaat openen, die vuile bitta. Ja, niet normaal, joh. Oh, en ik ben nu ook daar. Heb je wel het item meegenomen wat je mee moet nemen? Of, ja, maar ik zoek de uitgang naar Oda. Oh. Oké, eens even kijken. Hebben wij hier nog iets? Nee, oké. Hey Harry, kun jij ruilen? Nou, dat vragen ze zo meteen wel weer. Oh. Joepie de poepie. Kijk, waar ging jij door zo'n ding heen? Hier. Wow, afkijking. Ja, maar natuurlijk, King. Jij zei geheime tunnel, dus wil ik wel eventjes die geheime tunnel wel eens even weten. Geheime tunnel. Ja, dan moeten we wel van op de hoogte blijven van die geheime tunnels, hè? Door de bergen. Nummer 27. Geheime tunnel. Zo. Ja, tuurlijk. Wat is dit nou weer voor een paddy-strategie die hier uitgevoerd wordt? Komt dat ding uitgekropen en wordt meteen in de fik gestoken. Wajo, hoe durf ze de auto te stelen? Ja, zeg dat. Dat gaan we zo meteen ook nog doen. Ik moest die stinkkorrels toch halen, of niet? Je moest iets halen daar, maar ik weet niet begon niet wat het is. Kijk, waar moet ik door? Oh, rustig Harry, breek voorzichtig je nek. Oh, ja. Lekker, Harry. Hoe moest je die doen? Wat doe jij nou? Huh? Nou, het is sprook te lang ingedrukt. Als die oranje wordt, dan ben je al te laat. Of paars, roze. Combinatie van. Hij gaat wel, je moet wel veel minder lang dan in deel 1. Dan kon je veel langer vasthouden. Ja, klopt. Lekker, Harry. Kom, dan stond ik bij dat ding om te gaan duwen, sprinten. Gaat meneer besluiten te springen? Hoe durft hij? Ja, oh, je moet hem hier eerst... Oh ja, dat is zo kut. Ja. Ja, je moet hem eerst raken met een flip-hando. Hallo? Dus gewoon een deur waar je niet doorheen kan? Nee, want je moet door de kruipruimte. Ja, maar daar kwam ik vandaan. Dat is toch raar? Maak er dan geen deur. En je moet... Huh? Ik ben je nou even helemaal kwijt. Dat mag. Oké. Okay. Maar heb jij trouwens, toevallig, hè? Heb jij toevallig plannen met Nando deze dagen? Vanavond, hoezo? Ha, ik wist het. Hoezo? Ja, maar Nando had dat verteld dat jij met hem ook nog plannen had. Vandaag? Ja, dat zei hij gisteren tegen mij. Ja. Ja, want met een beetje geluk kunnen we vanavond die Cage Lock serie afmaken. Oh, kijk, dat is goede vooruitgang. Hij zit vlak bij de lekker ketel die je zoekt. Nee, ik bedoel bij de bank. Goud, bij de bank. Sorry, mijn fout. Hier links. The Magical Menagerie. En daar is die boze meneer zeker? Ja, daar is die enge boze man. God, die laadschermen, maat. Ja, niet doen, joh. Hallo, Ginny. Hier, ik heb al je stuff. Allemaal voor jou. Ja, ik heb al je stuff gevonden. Oh.
Oh ja, wij moeten hier nog iets halen voor onszelf, Milan. Uh-oh, deze vond ik super kut in de computergame. Ja. Ja, bedankt voor de chocokikker. Moeten wij hier nog iets halen voor onszelf? Ja. Ja, klopt. Voor toverdranken. Ja, tenminste, je doet daar je toverdranken in. Een ketel. Ja, nee, ketel, geen ketel. Die flesjes. Die flesjes, ah. Die flesjes moet je nog halen. Maar ja, die kun je halen tegenover die winkel waar je nu bent. Toch? Hoop het, denk het. Ja, maar je ziet helemaal geen hol. Nee, dat klopt. Het is echt, die camera staat daar van boven. Oh, ik ben in de goede zaak. Top. Wat duurt dit allemaal lang, zeg. 8 sikkels. 8 sikkels? Wat een afzetter. Top, ik mag hier mijn wiggeweldrank vullen. Dat is wel lief dat dat mag. Ja, ik mag dat van deze vriendelijke man. Ik zie echt helemaal niks. Oh, je hebt hem al ingedrukt. Als je gepakt wordt, hoef je hem niet nog een keer in te drukken. Maar ja, Milan, moet je nagaan dat we in deze game ook weer naar Fred en George moeten als we op school zijn. Op de kaart moet je nodig ergens heen. Ja, pak dan de tovenaarskaart. Kijk, hebben we hier nog iets? Ja, wat hebben we hier? Oh, sorry mevrouw. Ik wil graag mijn geld. Kijk, is hier nog iets? Hey. Een verborgen kist. Oh, je moet gewoon achter. Een pompoentaartje. Oh, ik heb sikkels. Heel veel sikkels. Hey Milan, ik loop jou nu al voorbij. Wow. Op de kaart. Oh ja, nou, oh, ik weet het natuurlijk alweer. We gaan nu kennis maken met een hele vele docent. Gladianus Smart. Hello there, Harry. Yep. I found all your things, Ginny. Weet je dat de computergame start na als je al op school bent? Ja, klopt. En nu heb en ondertussen begin hier gewoon in Daikon Alley. Ja. Ja, het is toch zo raar. Ladies and gentlemen. Ja, jij bent met je aankondigingen, joh. Okay then. Thanks. Nu moet ik nog ergens dus een... Ja. Een flesje kopen. Ja. Ja. Leave him alone. Of zoals Milan zegt, leave Britney alone. Precies. Hallo Lucius. Ik ben niet kapot. Okay. Ik mis hier een paar mensen typozen. Nee, op mijn playthrough, op mijn kanaal zie je iedereen typozen. Oh? Ja, de game was een beetje kapot. Ups. Oh, oké, okay. Iron. Milan, we hebben de trein gewoon gemist! Hoe durf je de trein te missen? Weet je wel pas ergens, ik heb niet genoeg sikkels. Oh, als je naar buiten gaat en dan richting de bank loopt. Ja. Yeah. En dan ga je bij de bank naar rechts. Elke keer een laadscherm, oh!
Ik vind het wel mooi. Ron en Harry zitten een discussie te voeren, terwijl... terwijl Smallheart er een beetje doorheen zit te lullen. Ja, nee, je moet naar rechts. Dan heb je daar tonnen en er zitten sikkels in. Boy, joh. Rijke Milaan heen. Ja, zeg dat. Maar deze boy is op Hogwarts. Hoe durf je? Ja, nog niet trouwens. Ik ga nu de auto stelen. Hoe durf je de auto te stelen? Nou, daar had ik zin in. Vind ik leuk. Zo, Ron, wij gaan naar Zwijnstein. Excuse me. Ja, maar ik ben klaar om naar Zwijnstein te gaan. Oh, daar gaan we. We hebben de auto gestolen officieel. Hey. Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Ja, restriction ving hier rond. Ja, met jou kun je overal komen. Ja, prachtig. Oh ja, dit was ook weer zoiets. Ja, weet je, ik vind deze wel beter dan de computerversie, want bij deze word je ook echt betrapt door Snape. Okay. In plaats van dat je gewoon rustig de school binnen loopt. Oké, wat is dit? Ron had een gordel om en alles en ineens vliegt hij die auto uit. Ja, de gordel die voelde aan van ik moet nu loslaten. Ja. Over here, Harry, the Whopping Widow's got me. Ja. Fuck a cadabra. Hey. Ja, pas maar op dat Sirius je niet ziet. Great Scott, is met die beukel van hem. No, oh. Sorry, no. Ik ben aangevallen door een dak. Ik snap het wel. Au. Je bent weer aangevallen door een tak. Ja, je kan toch niet dit. Is the perfect moment for me to make an important announcement. Wait, I have great pleasure in announcing that the smacky spam? I will be taking definite smacky spam. Alleen zijn ze wel op, maar dan zijn ze dus niet echt heel infinite. Kom op, Harry, lopen jongen, lopen. We moeten de voorsprong opbouwen. Hup, lopen. Famous Harry Potter. Hoe durf je? Ja, ik heb nog geen Defendo. Jongens, ik heb geen Defendo. Kom meer. Potter's got a girlfriend. Waarom zit hier een pompoentaartje ineens in? Oh, hi. Hij me niet de tak. Ik doe je niks als jij mij ook niks doet. Oké, deal. Oké, doei. Tak in de kracht van Juju. Huh? Ken je dat niet? Nee. Dat is een tv-programma van vroeger. Tak in de kracht van Juju. Nou, dan heb ik die waarschijnlijk gemist. Oké, tak. Ga jij eventjes ergens anders heen? Au. Nou, jouw smekjes gingen wel ergens anders heen. Ja, die naaien die laten me gewoon in de steek. Oh, ik heb iets gehit. Ja, nee. Ja, daar ben ik onder slag, want ik miste mijn Flipendo, waardoor ik hem raakte. Dus... Oh, lekker dit. Mijn smekkies. Oh, val naar beneden. Val me niet aan, tak. Val me niet aan, val me niet aan, val me niet aan. Ik ben aangevallen door een tak. Oké. Okay. Ik ben trots op je tak. Ja, oh, trots op je tak nog wel. Godsamme, joh. Wat een belediging er weer. Harry, laat jij die... Oh. Hij ging bijna gewoon Jackass uithangen hier. Harry? Ja, hey. Oh, gaan we springen? Wee. Het is een moeilijk iets, dat blijkt. Je moet een heel parcours doen, ja. Huh? Ja, die moet jij zo meteen omhoog afleggen. Saai. En dat allemaal om even rond te kunnen redden van die boom. Leave Ron alone. Ja, ik denk dat we hem daar laten, of niet? Ja. Oh, ik heb een auto gestolen. Milan, hoe durf je de auto te stelen? Ben je nu toevallig verschrikkelijk goed? Ja, heel toevallig wel.
Ik heb maar wemel al op de spiedallen. Oh, het is tijd. Stop. Ik heb cutscene. Nee, ik ook. Oh, dit was weer een hele mooie aflevering. Okay, ik zet het maar pauze, want ik heb een boss fight. Oh jee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende keer weer. Adios, amigos.